Ik ben Henk de Jong, ik ben hier bestuurder bij het waterschap. In deze serie laat ik jou zien wat ik het mooi vind aan mijn waterschap. Kijk je mee? Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. De vorige keer was ik bij de Schielandse Hoge Zeedijk. Nu ben ik overgezommen en ben ik bij Gemaal Verdold. Kijk je mee? Gemaal Verdold vervangt de molens die sinds 1400 het waterpeil in deze polder regelden. Omdat het gemaal niet goed functioneerde, werd het in 1880 grondig vernield. Daarna bleek het gemaal heel goed te werken. Sindsdien is het vernoemd aan Mels Verdold, de voorzitter van Polder Stolwijk. Gemaal Verdold is door de jaren heen verschillende keren onder handen genomen. Daarom is de capaciteit uiteindelijk verdubbeld naar een bemalingsgebied van 5200 hectare. Al het water stroomt via de IJssel naar de Noordzee. Dit is het oudst nog werkende gemaal uit ons waterschap. En is een uniek voorbeeld van een gemaal uit de vorige eeuw. Daarom is het benoemd tot Rijksmonument. Vond je het een leuk filmpje? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren op dit kanaal. Dan zie ik je gewoon de volgende keer weer. Tot ziens!